Sorry. dat is wat te schenken. Oké, ready? Yes. Okay. Hey guys, ik ben hier vandaag met Vera. We hadden een heel leuk idee voor een video, namelijk dat we jullie advies gingen geven over een heleboel dingen. Vera en ik zijn natuurlijk geen gurus op wat voor gebied dan ook, maar we zijn wel vrouwen van in de 20. Met een klein beetje levenservaring over allerlei verschillende dingen. Vera weet heel veel over make-up. Ik weet meer over weet ik niet eigenlijk waar dieren. Ja, over dieren. Dus ik heb vanmorgen een post geplaatst op Instagram met waar jullie advies over wilden hebben. En we hebben een heleboel feedback gekregen. Dus dat gaan we nu vandaag behandelen. Leuk. Als twee oude wijze vrouwen. Ja. Irsa Heidra zegt, hoe overleef je Valentijnsdag als je single bent? Ik ben heel lang single geweest. Ja. Top, maar ervaarde je dat heel? Nee, helemaal niet. Nee, helemaal niet. En sowieso Valentijnsdag ook niet. Nee, eigenlijk nooit. En wat ik dan wel leuk vond, om dan inderdaad met mijn vriendin of zo te gaan afspreken. Als je dus echt zoiets hebt van, ik vind die dag lastig. Wat moet ik ermee? Nou, dat je met vriendinnen een soort anti-Valentijnsdag filmdag houdt. Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Ja, en dat je dan een film gaat kijken en lekkere dingen gaat eten. Maar ja, ik vond het verder nooit zo heel moeilijk. Nee. Het is ook maar één dag gelukkig. Nou ja, en het is ook, weet je, het is gewoon maar wereldwijd bepaald dat dat de dag is waarop de liefde gevierd moet worden. Terwijl ik heb nu 4 jaar een relatie. Ja. En ik doe echt niet elke Valentijnsdag iets speciaals. Nee. Dat, ik bedoel, dat zou wel leuk zijn. Maar het is niet dat we denken van, het moet precies op die dag gebeuren. Ik bedoel, je kan ook op een andere dag speciaal iets doen. Ja. En daardoor zou ik ook bij jezelf bedenken van, ja, hoe erg is het dan op die dag alleen te zijn? Het is ook maar gewoon een dag. Het is niet anders dan een andere dag. Ik kreeg wel iets jonger een vaste relatie dan jij. Maar volgens mij hebben wij allebei een moment gehad in ons leven dat we dachten van, we gaan nooit een vriendje krijgen. We gaan voor altijd alleen blijven. En dat is ook gewoon goed gekomen. Melissa zegt, hebben jullie advies over het kiezen van een studie? Want dat is vorig jaar bij haar mislukt. En hoe je keuzes maakt voor de toekomst. Dat is zo moeilijk. Zo moeilijk. Zo moeilijk. Ja. Jij bent wel een studie gaan doen, maar je bent ermee gestopt, toch? Ja, en wat ik merkte is natuurlijk, ik was 16, ik heb MAVO/VMBO-T gedaan, dus ik was 16 en ik zag dat bij mezelf en bij mijn klasgenoten van, je bent zo jong en dan moet je gaan bepalen wat je eigenlijk voor de rest van je leven wil gaan doen. En ik dacht dat ik best wel goed wist wat ik wilde en alsnog bleek helemaal niet dat die studie helemaal niet goed bij mij paste. Dus ik wil je niet ontmoedigen of zo, maar ik denk dat het gewoon, dat het gewoon heel moeilijk is om de toekomst ook te voorspellen. En dat het belangrijk is om iets te kiezen waarvan je echt denkt, ja, dat lijkt me echt leuk. Dus ook te kijken inderdaad naar je hobby's en wat doe je in je vrije tijd. En te kijken van, hé, kan ik daar niet een studie aan koppelen? Ja, ik denk dat het ook niet gek is om misschien bijvoorbeeld, als je het echt niet weet, om een tussenjaar te nemen. Ja. Waarin je bijvoorbeeld lekker veel kan gaan werken. En een beetje kan kijken van, ja, wat vind ik eigenlijk nou heel erg leuk. Ja. En ik denk ook, ik ken zoveel mensen die een studie hebben gedaan waar ze nu niks meer mee doen. En ik snap wel heel goed dat je een opleiding wil doen als je nog niks anders hebt waarvan je denkt van, nou, dat is echt mijn toekomstdroom. Want dan heb je wel iets achter de hand en heb je in ieder geval het papiertje. Het is gewoon eigenlijk gewoon heel erg lastig dat we op zo'n jonge leeftijd al moeten gaan kiezen wat we willen gaan doen. Als je nu een studie kiest, dan betekent het echt niet dat je gelijk ook die baan moet gaan doen. Je bent echt vrij om nog te kiezen wat je ook maar wil. En vaak als je klaar bent met een studie, laten we even zeggen, je hebt HAVO gedaan. Dan ben je, als je klaar bent met een studie, dan ben je vaak 22, 23 jaar. Dan ben je nog steeds super jong. Dan kan je alsnog nog iets erna gaan doen. Of een cursus of wat je dan ook maar wil. Ja. Het is echt niet alsof dan de rest van je leven voor altijd hetzelfde moet zijn in dat vakgebied. Ik kom ook best wel vaak mensen tegen van in de 30, 40 die ook nog een studie aan het volgen zijn. Ja. Gewoon omdat ze wat anders willen. Ik ook steeds vaker inderdaad. Ja. Ik heb hier 2 mensen en er zegt iemand van, heb je advies bij als je je niet lekker voelt in je lichaam omdat je te dik bent? Of omdat je denkt dat je te dik bent? En er zegt ook iemand, heb je advies bij als je onzeker bent omdat je heel dun bent? Dit is eigenlijk al iets perfect wat aangeeft dat onzekerheid bij alle kanten voorkomt. Ja. Dat het echt niet zo is dat als je dun bent, dat je dan je geweldig over jezelf voelt en dat je een heel leuk leven hebt. Want je kan net zo goed onzeker zijn over hoe je eruit ziet. Want er wordt altijd maar gezegd over van, oh, dik, 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 weet je wel. Maar dunne mensen kunnen zich net zo goed onzeker voelen over hun lichaam. Als jullie nu naar elkaar kijken, dus het ene meisje wat zich te dik voelt en het andere zich te dun voelt, dan kijk je waarschijnlijk zo anders naar elkaar. Dan denk jij waarschijnlijk, dan denkt het ene waarschijnlijk van, ik vind haar helemaal niet te dun. En die ander denkt misschien wel, ik vind haar helemaal niet te dik. Ik denk dat het wel belangrijk is om te kijken van,
heb je overgewicht of ondergewicht? Ja, is het ongezond? Hoe, ja, hoe is dat inderdaad met je gezondheid? Want het is natuurlijk wel belangrijk dat je gewoon een gezond lichaam hebt. Ja, wat ik bij mezelf weet, ik herken het gevoel wel van inderdaad dat ik me te dik voel. Dat bij mij hangt dat vaak dus ook samen met dat ik ongezonde dingen eet. Ja. En als ik op een gegeven moment denk van oké, niet zozeer denk aan afvallen, maar gewoon van ik wil me gewoon weer lekker in mijn vel gaan voelen. Door andere keuzes te maken en dus niet, ja, weet je, gezondere keuzes te maken, wat meer fruit te eten bijvoorbeeld, meer water te drinken, minder vet te eten. Dan zit ik vaak, nou dan kan ik na 2 dagen al het gevoel hebben van volgens mij ben ik 5 kilo slanker. En dan kijk ik in de spiegel en denk wauw, dat zie ik er goed uit. Maar dat is gewoon allemaal in mijn hoofd. Omdat ja, ik, precies. Weet je, het is niet dat ik dus met crackers ga leven of zo. Nee. Maar gewoon even iets meer nadenken over wat ik eet. En ik denk ook dat het heel goed is om niet bijvoorbeeld elke dag op de weegschaal te gaan staan. Want dat heeft echt... Ik heb een tijdje elke dag op de weegschaal gestaan. Dan was ik de ene dag was ik zwaarder en de andere dag was ik lichter. En het was nooit... Was het de ene of de andere kant uit? En daar ben ik zo onzeker van. Want dan dacht ik van, ja, wat heb ik dan de vorige dag gegeten? Of wat heb ik dan niet al tevoren gegeten? De weegschaal is echt evil. Dus zorg gewoon goed voor jezelf. En geef jezelf af en toe een complimentje. Hoe moeilijk ook. En als anderen een complimentje geven, neem dat ook aan. Neem het aan. Ja. En niet alleen maar aan die negatieve dingen denken die je een keer gehoord of gelezen of wat dan ook hebt. Maar denk juist ook echt inderdaad, als iemand je dus een compliment geeft, weet je, onthoud die. Ja, schrijf ze op, als dat werkt voor jou. Ja. Inge Marieke zegt, wat is de sleutel tot een fijne, stabiele en lange relatie? Ja, ik heb al 4 jaar een relatie. Ik heb 2. En 2 jaar. Dat vind ik al wel vrij lange relaties, allebei. Applausje voor ons. Ten eerste moet je elkaar natuurlijk echt ontzettend leuk vinden. Ja. Ik bedoel, ja, dat moet gewoon werken. Zowel uiterlijk wise als hoe je zeg maar op persoonlijk niveau met elkaar bent. Wat voor mij en Mert heel erg goed werkt. En wat ik ook steeds meer heb gemerkt de afgelopen jaren. Want in het begin ben je heel veel samen. En wil je elke dag samen doorbrengen. En ben je heel erg zeg maar van, weet je, alles samen doen. En eigenlijk, ik denk de afgelopen 2 jaar, we zijn gaan samenwonen. Maar eigenlijk zijn we veel meer dingen los van elkaar gaan ondernemen. Dan is het alsnog nog super leuk om gewoon elke dag samen lekker te gaan slapen. Ja. Maar het is wel denk ik heel erg goed om je eigen dingetjes te houden. Want stel dat op een dag, je wil het natuurlijk niet, maar dat een relatie wordt verbroken. En je hebt alles samen gedaan, alleen maar samen, dezelfde vrienden, dezelfde activiteiten. Dan kan je bijna niet meer los van elkaar functioneren. Ja. En ik denk dat dat voor mijn relatie in ieder geval wel de sleutel is. En heel erg lief zijn voor elkaar. En dingen uitspreken als je elkaar eventjes niet zo lief vindt. Want als je dingen gaat opkroppen en altijd alleen maar het leuk wil hebben. Want een relatie is niet altijd leuk. Dat wordt vaak verwacht, maar dat kan niet. Een relatie is niet altijd leuk. Net zoals de relatie met je moeder, die is ook niet altijd leuk. Dat je dat ook gewoon accepteert en dat het af en toe wel zo mag zijn. Ja, ja, en ik merk inderdaad bij Jeffrey en mezelf ook dat heel veel praten. Nou ja, ik praat iets meer dan hij. Maar voor zijn doen praat hij ook veel. En dat we inderdaad wel gewoon alles aan elkaar kunnen vertellen. En ook bijna natuurlijk, je hoeft niet alles te vertellen. Maar weet je, dat je niet nog dingen waarvoor je schaamt of zo, dat je die verborgen houdt, wat dan ook. Dat je echt wel open naar elkaar bent. En misschien een beetje gek, maar dat je elkaar ook wel echt blijft zien. Dus dat je elke dag even de moeite neemt voor elkaar. En gewoon ook in de kleine dingetjes. Dat als wij gaan avond eten, dan werken we allebei best wel veel. Jeffrey is ook altijd wel laat thuis. Maar dan gaan we even zitten en even met elkaar praten. En en dat we niet maar continu doorgaan met onze levens en elkaar helemaal vergeten. Want dat is het tegenovergestelde van dat je eigenlijk te veel met elkaar vergroeit. Is het ook niet goed dat je echt, ja, dat je uit elkaar gaat. Dat je zo in de sleur eigenlijk blijft hangen van oké, je kent elkaar al. Ja. Doen gewoon elke dag dezelfde dingen. En ook inderdaad van die date nights, weet je wel. Dat doen wij ook echt heel regelmatig. In ieder geval 1 keer per week gaan we uit eten of we gaan naar de film of we gaan iets anders leuks doen. En dat is, elke keer maakt me dat echt super blij. En eerlijk naar elkaar zijn, ja, ook heel belangrijk. En niet vreemd gaan. Dat is een hele. Dat is echt de ultieme sleutel. Dat is de tip. Nee. Het zijn heel veel dingen bij elkaar. Ja, natuurlijk. Ik denk ook dat het voor elke relatie anders werkt. Ja. Tavlos zegt, hebben jullie advies voor als je naar de eerste klas gaat? Oh, dat vind ik best wel een moeilijke. Ja, ik weet niet. Ik denk dat je echt kunt voorbereiden op de eerste klas. Wat zou jij zeggen? Ik zou zeggen, iedereen vindt het echt mega spannend om naar de eerste klas te gaan. Je bent echt niet de enige die onzeker is over hoe die eruit ziet of dat je wel vrienden gaat maken. En ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om eraan te denken dat je niet de enige bent die in zijn eentje naar die school komt. Tuurlijk zullen er mensen zijn die al
mensen kennen van een andere school. Maar iedereen is in feite nieuw op die school en in die formatie en in die klas. Ja, en het gaat gewoon super anders zijn dan, dan de basisschool. En zie je ook inderdaad dat alle leerlingen in de hogere klassen, die hebben het allemaal overleefd. Zeg maar alle volwassen mensen die je ziet en iedereen waar je tegenop kijkt. Iedereen heeft ooit in de eerste klas gezeten. Ja, precies. En het is vaak ook wel zo, wat ik merkte bij mezelf, want ik vond het heel erg spannend om naar de eerste klas te gaan. Maar na een maandje of zelfs na 2 weken al, ben je al gewoon gewend. Ja. Het is in feite gewoon een nieuw hoofdstuk in je leven. En dat kan ook gewoon heel leuk zijn. Pastel Love zegt, hoe vind je de beste kleur foundation? Die geef ik even aan jou. Ja, dat is gewoon echt een kwestie van uitproberen op je gezicht. En het is natuurlijk een verschil met of je naar MAC gaat, waar ze het allemaal voor je aan kunnen brengen en kunnen vertellen tussen over de verschillen tussen de soorten foundation en de ondertonen. Maar ja, natuurlijk in de registerij is dat lastiger. Dus wat ik altijd aanraad is het toch een beetje aan te brengen. Gewoon meestal hier bij je kaaklijn, zodat je goed kunt vergelijken met je nek en je hals. En dan even naar buiten lopen met een handspiegeltje en even kijken hoe het daar eruit ziet. Ja, je kunt het helaas niet op je hand of zo uitproberen. Je moet het echt, hele andere echt, ja, echt op je gezicht testen. Ja. Ik denk wat ook nog wel goed is, je hebt tegenwoordig ook winkels waarbij het niet per se super duur is gelijk zoals bij MAC. Maar je hebt ook Kiko of Floormar. Maar heb je daar ook echt een visagist? Die hebben vaak wel mensen die bij Floormar ook, hè? Ja. Ja. Dus, want bij Kruidvat heb je natuurlijk niet mensen van het merk zelf lopen die dan kunnen zeggen van dit past goed bij je en dit. Maar bij Kiko of Floormar, dat zijn bijvoorbeeld winkels die vrij betaalbaar zijn. Ja. Maar waar ook mensen rondlopen die je kunnen helpen. Als je het misschien gelijk heel eng vindt om naar MAC te gaan omdat alles daar heel duur is bijvoorbeeld. En vind het ook niet erg om te zeggen van ik wil er even over nadenken. Ja, dus precies. Zeker als je toch besluit bijvoorbeeld van MAC een foundation te gaan kopen. Maar ja, het is natuurlijk best een uitgave. Hij wordt aangebracht dat je eerst even zegt van nou, ik ga even een dagje ermee rondlopen en kijken hoe het bevalt. En dan dat je dan later terugkomt om hem, als je hem dus wil kopen, te kopen. Ja, precies. Maar voel niet die druk dat je gelijk alles moet kopen. Nee, helemaal niet. Nee. Lieke XOV zegt vet haar. Hebben jullie daar advies over als je veel vet haar hebt? Had jij vroeger heel vet haar? Want ik had het namelijk wel echt in mijn puberteit. Ja, ik had dat ook. Ja. Ja, echt zo vervelend. Maar ja, ik zag het ook gewoon bij mijn klasgenoten en mijn vriendinnen ook, dat bijna iedereen er last van had. En dus het gevaar is dan dat je dus de neiging hebt om het maar heel veel en vaak te gaan wassen. Als ik nu vet haar heb, ja, dan weet ik, oké, ik moet echt even mijn haar wassen. Maar als je het weer dus te vaak gaat wassen, dan is dat ook weer niet goed. Dan kan het tijdens jaar weer vet van worden. Ja. Als je het elke dag wast, dan wend je haar er een soort van aan dat het ook weer snel vet kan worden. Ik heb daar echt super lang last van gehad. Want ik heb echt denk ik tot mijn 16e, misschien wel tot mijn 17e, 18e wel last gehad van heel vet haar. Totdat ik droog shampoo ontdekte. Want ik heb nog steeds best wel vet haar van mezelf. Maar dat valt me dus echt nooit bij jou op. Nee, maar omdat ik die droog shampoo. Dat doe je nou dat goed. Is echt, ja, dat is echt mijn ultra oplossing geweest voor alles. Voordat ik altijd heel erg plat haar had, heel sluik. Mm. En dat het altijd heel vet werd. Eigenlijk is mijn haar van zichzelf super stijl. Heel glad. En plat en vettig. Maar door droog shampoo kan ik dat maskeren. Ja. En kan ik het gewoon dragen zoals ik het wil. En ik ben nu zelf op het punt dat ik het soms maar 1 keer in de 1,5 week hoef te wassen. En dat is echt best wel veel. Romy Rogers zegt tips om je minder eenzaam te voelen in een groep. Ik wilde deze er heel graag in doen, omdat het iets is waar ik nog best wel vaak last van heb. Nou, ik herken het ook heel erg. Nu heb ik er minder last van, maar vroeger had ik dat echt bijna altijd wel eigenlijk. Het was er gewoon. Nee, of is het misschien ook gewoon een kwestie van je bent ouder geworden, je hebt jezelf meer leren kennen. Ik vind het minder moeilijk. Ik vond het toen best wel moeilijk om mezelf te zijn. En ik heb nu ook... Kijk, ik had vroeger altijd een beetje het gevoel van, ja, we zaten dan wel bij elkaar in de klas, maar er was verder niet echt iets wat ons verbond. Ik voelde altijd dat ik hele andere interesses had, andere dingen leuk vond. Maar ja, de vrienden die ik nu natuurlijk heb, zijn vooral die ik via YouTube heb leren kennen. En die doen allemaal hetzelfde, dus met hun heb ik dat helemaal niet. Ja, je hebt het nog steeds wel, ja? Ja, nou ja, neem even Robinson even als voorbeeld. Ja, dat snap ik. Dat zou ik ook, dat zou ik denk ik ook hebben dan. Ik denk dat dat gevoel bij mij heel vaak er vandaan komt dat ik denk van, ja, maar ik ben niet zo bijzonder, ik ben niet grappig. Weet je wel, waarom zou ik voor iets vertellen of iets doen? Terwijl dat natuurlijk nergens op slaat. Ik denk dat ik dit afgelopen half jaar ook wel een soort van heb bedacht bij mezelf van
iedereen in een groep doet ertoe. Weet je wel? Ja. Er is niemand die beter of slechter is dan een ander. Dat slaat nergens op. Er is niemand leuker of minder leuk. Je bent allemaal mens. Ja. En daar is geen verschil tussen. Ja. Maar ik denk wel dat het gevoel van eenzaamheid daar wel vandaan kan komen. Ja, ik vind het af en toe nog wel lastig als ik inderdaad niet direct een connectie met iemand heb. En er komt ook zenuwen of spanning bij kijken, dan kan ik me inderdaad daar best wel eenzaam bij voelen. Dit zou niet voor altijd zo zijn. Er zullen misschien nog steeds wel mensen, weet je, zoals jij ook zegt, waarbij je nog steeds dat gevoel hebt. Maar ik weet zeker dat er ook vrienden komen waarbij je gewoon echt helemaal lekker jezelf kunt zijn. Ja. En ik merk ook wel, naarmate je ouder wordt, kijk, als je op school zit, dan kan je niet kiezen met wie je in de klas zit. Precies. Of als je werk hebt, kan je niet kiezen wie je collega's zijn. Ja. Maar naarmate je ouder wordt, vorm je eigenlijk wel steeds meer een groepje om je heen met mensen waar je je comfortabel bij voelt. Ja. En ik denk dat dat ook, hoe stom dat nu al klinkt, want je wil eigenlijk gewoon een oplossing natuurlijk. Maar ik denk dat het ook wel iets is wat bij de puberteit een beetje hoort, bij dat gedeelte van opgroeien. Kom maar goed. Het komt wel goed, schatje. Ja. En dan de allerlaatste. MJ Marleen zegt de kunst van het nee zeggen. Ben benieuwd hoe jullie dat doen, zeker omdat je als blogger voor van alles en nog wat voor wordt gevraagd. Ik zeg nooit gewoon ja, alleen nee. In ieder geval voor mezelf, ik zeg nooit gewoon alleen nee. Ik probeer het altijd uit te leggen, want er is natuurlijk altijd een goede reden waarom je nee zegt. Of het nou kan zijn dat je niet lekker in je vel zit, of dat je het gewoon te druk hebt. Het heeft natuurlijk vaak ook te maken met keuzes. Maar het hoeft niet per se heel erg te zijn als je zegt dat je voor iets anders kiest, als je het uitlegt. Ik denk wel dat het belangrijk is dat als je het gaat uitleggen, dat je je dan niet gaat verontschuldigen voor de nee die je geeft. Nee. Want als jij het gevoel hebt dat je nee moet zeggen, dan moet je gewoon lekker nee zeggen. Dan is er niemand die daar spijt van moet hebben of sorry voor hoeft te zeggen. Ik vind nee zeggen zelf eigenlijk niet zo heel erg moeilijk. Als het gaat om blogger zijnde, vind ik dat sowieso heel erg makkelijk. Want het zijn allemaal mensen eigenlijk over het algemeen die ik niet ken. Als ik iemand persoonlijk ken, dan is nee zeggen natuurlijk wel een stukje moeilijker. Want dan komen er emoties bij kijken. Juist ook door nee te zeggen, krijgen mensen respect voor je. Ja, precies. Als jij altijd maar ja, ja, ja zeggen tegen alles, dan word je eigenlijk een beetje, misschien onbewust van de andere persoon hoor, maar dan word je eigenlijk een beetje gezien als, oké, de makkelijke persoon die doet het toch wel overal bij mee kan krijgen. Daar wordt op een gegeven moment natuurlijk ook misbruik van gemaakt, want het gebeurt gewoon. En je kan ook bedenken, als de andere kant dan boos wordt of gemeen doet of wat dan ook, dan ligt dat meer aan diegene dan dat jij je nee hebt gezegd. Want er zijn ook heel veel mensen die wel goed kunnen omgaan wanneer iemand nee tegen ze zegt. Als iemand boos wordt, dan denk ik dat het best des te beter is dat je nee hebt gezegd. Precies, ja. 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 Nee. 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 Juist. Nee. Ja. Zo, dit was echt een hele fantastische video. Jeetje. Ik ben helemaal kwant. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik heb eigenlijk zoiets nog bijna nooit gezien op YouTube. Misschien wel over, zeg maar, echt specifieke onderwerpen. Maar ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vonden. Mocht je het leuk vinden, laat het dan achter in de comments. Check ook even het kanaal van Vera. Aanstaande zondag komt daar een video online die wij samen hebben gemaakt. Die is echt ook super leuk geworden, want we hebben allebei samen onze make-up gedaan en gekletst over van alles en nog wat. Heel gezellig. Ja. En dat was dat de video. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag de volgende keer weer. Hartjes! Doei doei!